Hallo, kijk zo naar jullie twee. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met Kingdom 2 Crowns. De vorige aflevering zijn we hier gebleven. En ik ben eigenlijk een beetje aan het nadenken wat ik ook weer allemaal aan het doen was de vorige aflevering. Oh ja, we hadden een bakkerij uitgevogeld of iets dergelijks. En als het goed is hebben we hier ook nog een kamp of iets met een pikeman sale gebeurd. Ja, je ziet. En dan begint het alweer. Oké. Oh ja, nee, dat klopt. Ik moet ook nog even, hoe heet dat, weer een kant gaan aanvallen. Want volgens mij had ik de vorige keer de, wat was het nou, de rechter of de linkerkant aangevallen. In ieder geval één van de twee. Ik kan niet meer echt herinneren welke het ook weer was. Maar ja, dat terzijde, ik moet, voordat ik een kant ga aanvallen, moet ik natuurlijk wel eerst weer wat meer knights hebben. Dus voordat we dat allemaal gaan doen, zijn de pikemans allemaal lekker aan het vissen en dan hebben wij heel wat geld nodig. Dat vind ik wel een chill iets dat ze ook gewoon vissen. Maar we gaan nog heel wat coins nodig hebben. Dus maak er gewoon een aantal van die pikemans. Oké, nog eentje dan. Jongen, waarom kom je niet hier? Hé, jemig. Het geld regent de lucht in. Kijk, deze muur moeten we eigenlijk ook even zien te upgraden. Shit, net niet genoeg. Jawel. Ik ben ook een beetje vergeten aan welke kant de cliff portal zit. Is het nou aan de linker of de rechterkant? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Maar wat ik wel weet is dat we hier heel wat coins hebben. Vind ik echt super fijn. De extra beetje hoeveelheid coins die we krijgen hiervan. Het is niet veel, maar het is beter dan niks. Oké, aan deze kant heb ik de muren wat minder hoog staan. Ik heb zo'n gevoel dat het aan de rechterkant is. Dus ik ga nog even wat meer arches fixen. Oké, hopelijk is dat genoeg om die dit ding even te upgraden. Yes. Kijk, geen coins. Ga ik even naar de linkerkant nog even toe. Jullie moeten allemaal wat coins hebben, denk ik. Nee, niet echt veel coins hebben jullie. Maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft, jongens, omdat we hier nog wat bomen hebben staan, zodat ze niet zoveel kunnen jagen. Oh, hier is ook een portal. Shit. Die moeten we dus nog kapot maken. Dus aan de linkerkant hebben we ook nog mensen nodig. Wel handig om even te weten.
Nee, ik heb jou niet nodig. Ik probeer juist dat andere dingetje te zeggen, maar nee, dat wordt hem niet. Maar het kasteel kunnen we natuurlijk nu niet meer hoger upgraden, vanwege dat we nog niet dat die iron shit hebben. Maar dat komt wel. Zo, zo. Nou, jullie hebben zo te zien niet veel. Nou, ik denk het niet meer. Dus dan moeten we zo dadelijk aan de linkerkant de poort even gaan slopen. Zo even verstandig. Ik zeg dat we deze muur even gaan upgraden. Mooi zo. Aanvallen van deze monstertjes die zijn nog niet echt heel erg spectaculair of zo. Dus ik denk dat na deze dag dat we dan even die pot gaan aanvallen aan de linkerkant. Hallo, kom maar even mee. Jongen, kom hier. Je rent weg van money. Maar ja, waarom ik dus nog even een beetje coins ga sparen, is vanwege dat die knights natuurlijk ook even genoeg geld nodig hebben om ja, aanvallen te kunnen weerhouden. Ik denk ook niet dat ik echt wat verloren ben aan builders of zo. De linkerkant. Denk het niet. Gaan eens even kijken of toevallig nog een van die knights nog wat nodig heeft. Nee, volgens mij niet. Dat is prima. Zo.
Money in the bank. Laten we al die gems daar even instouwen. Nice. Oh, dat scheelt ons wat inventory ruimte. En wanneer we het nodig hebben, kunnen we het altijd uithalen. Ik vind het ook wel grappig dat sommige van die speermannen ook achter de tweede wal of de muur gaan staan. Zodat ze niet gelijk achter deze vesten gaan. Zodra de monstertjes weg zijn, moeten we aan deze kant nog even een nieuwe muur gaan opstellen. Zodat we waarschijnlijk ook nog even wat van katapult aan deze kant kunnen maken. Oké, dat moest volgens mij de aanval zijn. Dus hier de mogelijkheid om een muur te bouwen. Dat is wel een heel tactisch punt, ook gewoon gelijk achter zo'n torentje. Voor zo'n toren. Geen idee. En het regent weer. Nou, ik wacht dan wel eventjes met die aanval aan deze kant. Zo, kom je nou zoveel geld? Jullie weer mensen bestolen. Oké, dan deze even nog. Oké, nu moet ik eigenlijk alleen deze muur nog even upgraden. Want met die aanval dan gaan we sowieso nog nodig hebben, een dikke muur hier. Echt deze ambience met die onweer, dat maakt het echt zoveel beter ook. Welke dag is het? Is het dag 30? Ik begin opeens heel creepy muziek te horen. Volgens mij is er een bloedmoon aan de gang.
dit moet wel een bloed. Ja, dit is een bloedmaan. Creepy muziek. Pak de speren. Het stinkt allemaal hier. Here it come. Is dat alles? Hoeveel moest ik ook weer? Oké, dan moeten we dus 16 hebben of zo. Nee, 12. Oké, deze bloedmaan is veel creepier. Maar de bloedmaan die zijn wel veel minder vaak aanwezig. Zo te merken. Misschien is dat wel een goed ding. Ik hoorde die creepy muziek, ik denk van, oh god, wat nou. Oké. Nu hebben hun ons aangevallen, nu gaan wij hun aanvallen. Ja, die portal die zat echt helemaal niet zo ver van dit stuk vandaan. Ja, dat is dus de eerste bloedmaan die ik heb meegemaakt. En deze playthrough dan, laat ik maar zeggen. Get the portal. Oh ja, die portal die bokkelt zo af. Eentje zijn coin verloren, dat is wel niet zo'n probleem. Kan ik nog natuurlijk even teruggeven. Alsjeblieft. Get the deer, get the deer. Ah, hij heeft hem ook nog. Blaft naar rechts, dus dan zou er een aanval van rechts moeten komen. Ja, aanval inbound. Oké, ik heb meer boogmannen nodig, nu meteen. Zo. Is er nog niks geen winkel bijgekomen? Aan welke kant blaf je? Hij blaft naar links. Oh. Dat kan misschien betekenen dat ze van links komen. En hier is de muur ook nog niet helemaal optimaal. Om zo te zeggen. Maar hier heb ik wel heel wat speermannetjes staan. En nu zegt hij weer dat het er van rechts komt. Ja, wat is het nou? Kom.
Oké. Ik heb niet de navel gemerkt of zo. Laat ik hier maar even een muur bouwen. Wel apart, ik heb eigenlijk helemaal geen monsters gezien. Oh, hallo. Nou ja, in principe kunnen we nu wel de boot gaan beginnen te maken. Oké, die kan ik nu mooi even omhakken. En die. Hey, meer speerballen. Oh, misschien gaat er wel aan beide kanten. Dat aan de ene kant wat speermannen komen en aan de andere kant. Als dat zo werkt. Al even wat sneller graag. Zal in deze situatie wel even gewaardeerd worden. Oké. Ik ga maar eens even deze kant op. Ga ik eens even kijken wat voor portal hier dan nog zit. Of hier is dat einddok of zo. Kan natuurlijk ook. Want ik ben even een beetje zo van, hè, maar er moeten toch monsters van deze kant ook komen. Hier was die portal die ik had gesloopt. Ja, dat klopt. Maar hè, daar zit wel een portal. That does not make a lot of sense. Misschien heb ik wel de game gebroken. Als het echt zo is, als ik de game heb gebroken, dan ga ik lachen. Ga ik echt lachen. Ik vind het ook gek, maar ja. Money!
En dan maar niet? Nee. Jullie wel. Zo. Oké, maar dan moet ik even gaan kijken wat ik dan niet precies het beste kan gaan doen. Oké, je hebt nog een beetje coins, dat is mooi. Ja, we hebben nu gewoon een bijkant van die speermannen. Zo, de hele bakkerij zit vol. Nou, ze mogen deze muur nog even snel gaan bouwen, denk ik. Anders is het misschien een geval van een probleem. Oh ja, we hebben een probleem, we hebben een probleem. Oh fuck. Mayday. Oh nee, daar gaan wat builders. Huh? Of we hebben het gewoon gehaald ook nog. Fucking logisch. Nou, het zal wel. Lekker simpel dit. Nou, maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en dan op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer. Later.